In deze derde video gaan we verder met onze tabel. Dus we hebben een tabel toegevoegd, we hebben de tekst al in de tabel gezet en we hebben de eerste twee rijen samengevoegd tot één rij. In de eerste plaats wil ik de eerste kolom smaller maken. Dit doe ik door de eerste kolom te selecteren. Dit kan ik doen door vlak boven de kolom te staan en dan zie ik dat mijn cursor een zwarte pijl naar beneden wordt. Ik klik links en ik selecteer hierdoor de kolom. Ik kan nu de breedte wijzigen door tussen twee kolommen te gaan staan en deze naar links te verschuiven. Voilà. Wat ik zie is dat de breedte van de andere kolommen niet automatisch even breed wordt aangepast. Dit kan ik nu wel doen door die drie kolommen ook te selecteren. Ik selecteer de drie kolommen en dan kan ik via, ik vergroot even mijn scherm, via de hulpmiddelen voor tabellen indelen, kan ik zeggen kolommen verdelen. Ik kan dit ook doen via de rechtermuisknop. Kolommen gelijkmatig verdelen. Voilà. In deze cel wens ik een foto van een krokodil te plaatsen. Hoe kan ik een afbeelding toevoegen? Daarvoor heb je verschillende mogelijkheden. Een eerste mogelijkheid is om een online afbeelding te gaan zoeken. Ik kan dit doen door, dus ik selecteer eerst of ik zet mij eerst op de plaats waar ik de afbeelding wil toevoegen. Ik klik dus hier. Ik ga naar het tabblad invoegen. Ik zie hier de mogelijkheid online afbeeldingen. Als ik hierop klik, dan opent zich een dialoogvenster met de mogelijkheid om in Bing, de zoekrobot van Microsoft, te gaan zoeken. Ik tik krokodil in en ik druk op enter en ik krijg een aantal krokodillen te zien. Ik selecteer bijvoorbeeld krokodil, ik klik op invoegen, Microsoft zal deze foto invoegen. Deze foto is een beetje weer verkleinen door en op de linkerbovenhoek deze naar binnen te slepen, zijn grootte aanneemt. Ik wil nu ook een foto van een giraf voegen. Deze foto op mijn PC staan, dus ik plaats waar de foto mag toegevoegd worden, invoegen. Ik kies nu voor afbeeldingen en ga vervolgens op mijn PC naar deze afbeelding. Deze staat C. Afbeeldingen. En hier zie ik inderdaad de giraf. Ik selecteer deze, ik klik op invoegen en ingevoegd. Ik ga de grootte. Voilà. En op de derde plaats wil ik een bison toevoegen. Dit kan ik doen via invoegen afbeelding. Ik heb deze foto nog niet, dus dan ga ik deze gaan zoeken op internet. Ik tik bison in. En ik ga een geschikte foto toevoegen. Ik wil bijvoorbeeld deze foto toevoegen. Hoe kan ik dit doen? Ik kan dit weer doen via het knipprogramma bijvoorbeeld. Ik klik op knipprogramma. Ik klik opnieuw en ik selecteer de zone van de foto die ik wil toevoegen. Ik klik en laat los. Deze foto kan ik via bewerken kopie mijn Word document toevoegen. Ik sta op de plaats, rechtermuisknop plakken. En de foto wordt toegevoegd. De foto is veel te groot, dus ik verkleinen tot deze de gewenste grootte heeft. Voilà. De drie foto's zijn toegevoegd. Ik ga nu even naar mijn eindresultaat om de opmaak te vergelijken van mijn tabel. Ik zie dat krokodil een andere kleur heeft en achtergrond, dus dit ga ik doen. Ik selecteer krokodil. Ik klik op start en hier heb ik mogelijkheden voor tekst. Dus de geel zijn. Ik weet dat als ik een achtergrond aanpas, dat mijn selectie ongedaan is gemaakt. Dus ik selecteer opnieuw krokodil. Maak de tekst een beetje en ik geef deze een andere kleur blauw. Voilà. Ik ga bijvoorbeeld door twee keer. Deze moet gecentreerd worden. Dit kan ik doen via Alinea centreren. Deze moet ook een beetje groter worden. Ik klik twee keer op groter. De kleur mag rood zijn, bijvoorbeeld de kleur rood. En de kleur van de achtergrond mag een donker paars of blauwe kleur zijn. De bison selecteer ik opnieuw door dubbel te klikken. Rechts aligneren. Ik vergroot deze door twee keer op de A te klikken. Ik ga de achtergrond zwart maken, maar eerst maak ik de letters wit. Niets meer in mijn selectie. Als ik het zwart maak, dan zie ik dat bison verschijnt. Wat moet ik nog doen? Ik moet de cel krokodil ook een achtergrond. Dit doe ik door de cel selecteren. Dus nu is de foto geselecteerd. De cel selecteren is de plak achter de staan. Ik selecteer de cel. Randen, arcering of even kijken. Ik ga dit vergroten.
Ik kan de achtergrond van een gaan kleuren door tabellen te selecteren en dat en ik kies deze een kleur, een blauwe kleur. Ik wil hetzelfde doen voor mijn tweede. Ik ga even kijken welke kleur deze moet hebben en deze moet groen zijn. Dus ik ga terug naar mijn document, die achtergrond krijgen. Ik kies voor zwart en mijn derde moet een groene achtergrond krijgen of oranje. We kiezen. Voilà. Ik vergelijk even met mijn resultaat. Oké. X onderaan gealigneerd is. Dit kan ik doen door de foto te selecteren en dan via start gaan. Eens even kijken. Dit is niet. Dit is een optie in tabellen. Dus ik moet weer even mijn Word vergroten. Ik zit in mijn tabel. Hulpmiddel voor tabellen. En ik ga even kijken. Alineringsten, maar wel in indeling krijg ik de 9 alinering mogelijkheden. Ik kan links, rechts en ik kan dan ook nog eens in de onderaan of in het midden. De links onderaan verschijnen. Voilà. Even kijken naar de centraal verschijnen. Rechts bovenaan. Dus ik selecteer de tab. Ik kies voor indeling. Centraal, centraal. En ik ga hier voor don. En ik kies voor recht. Voilà. Tot slot wil ik dat de richting van de tekst hier veranderen door de tekst te selecteren en dan ook weer via hulp en indeling de tekstrichting te gaan aanpassen. Als ik hierop klik, dan zie ik dat deze telkens verandert. Deze die ik wil. In het voorbeeld zie ik ook dat de tekst wat groter is, dus ik klik op start. Ik maak hem een beetje groter en de tekstkleur is groen. Dus ik ga even kiezen een andere kleur. Voilà. Even met het voorbeeld. En ik zie dat de tekst anders gealigneerd is, dus dit moet ik toch nog even aanpassen. Bekijken in mijn tabellen, hulpmiddelen voor tabellen, indeling, moet ik toch nog even klikken op deze manier dat de tekst staat. Oké, als ik nu kijk, dan zie ik dat dit ongeveer in. Onder de tabel staat een tekst. Schrijf je gegevens hieronder om een ticket te bestellen. Dus de opmaak van deze tekst ga ik ook even wijzigen. Ik selecteer dus in de eerste plaats de tekst. Dus ik selecteer de regel. Ik zie dat de achtergrond op lichtblauw is. Dus ik selecteer een lichtblauwe achtergrond. De tekst is zelf in het geel. Ik selecteer de tekst opnieuw en ik kies voor gele letters. Ik zie dat het woordje ticket vet is. Dus ik dubbel klik op het woordje ticket. Ik maak het vet en het is dubbel onderlijnd. Als ik voor onderlijnen kies en één keer klik, dan zal er maar één lijn verschijnen. Wil ik een dubbele lijn, zoals in het voorbeeld, dan klik ik op de pijl en ik kies een ander type lijn. Ik kies nu voor de dubbele lijn. Voilà. Ik zie dat mijn tekst al op de volgende pagina is. Ik wil deze hoger komen. Dit kan ik doen door bijvoorbeeld hier de foto wat te verkleinen, waardoor dit naar boven zal gesleept worden. Ik kijk hier, voilà. Ik maak deze foto ook wat kleiner, zoals in het voorbeeld. En ik zorg voor een spatie voor de foto en een spatie achter de foto. In mijn tabel zie ik ook nog dat de randen van mijn middelste kolom van de giraf, dat die aangepast zijn, dat die dik en groen zijn. Dus dit kan ik ook aanpassen. Dit ga ik doen door eigenlijk in die cel te gaan staan. Ik vergroot even mijn Word. Dus ik sta hier in de cel en via hulpmiddel voor tabellen kan ik de randstijlen gaan aanpassen. Dus ik kies voor een randstijl, even kijken, de gewone randstijl. Maar ik kies wel voor een vette randstijl. Ik wil de groene of een andere kleur. In ieder geval, ik ga deze kleur kiezen. En ik zie dat mijn cursor een pennetje wordt. Wanneer ik nu op een lijn ga klikken in de tabel, dan zal automatisch de opmaak gewijzigd worden volgens hetgeen ik geselecteerd heb. Ik klik hier en ik zie inderdaad dat de lijnen veranderen. Voilà, en ik klik ook nog eens onderaan. En dus nu is deze kolom mooi omgeven door een dikke groene lijn. Wil ik dat mijn pijltje niet meer actief is, dan kan ik gewoon klikken op Escape op mijn toetsenbord links bovenaan.